welkom. Namens kerkkamer Erik Nieder in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons. In deze dienst gaat Barbara de rol voor en Kees Steekplee bespeelt de rol. Tijdens de dienst van de gamer zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de Lekbaarstichting. Een toelichting hierover kunt u lezen in de orde van dienst. En bij de uitgang mag u giften daarvoor bestemde schaal. Zondag 15 juli gaat Wieke Spoelstra voor en is de organisator wederom Kees TGT. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken in het koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stilgebed, waarna we de liturgie zullen volgen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Thank you.
Kartenspinnen. Dat is misschien wel veel gevraagd, God trouw toeverlaat, dat u alles leert wat ons naar het leven staat. Want uiteindelijk, vroeg of laat, komt ieder leven op de tocht te staan. Niet alleen dat van onszelf, maar ook dat van anderen. Dat lijkt soms nog moeilijker te verdragen. Dat er met zoveel andere mensen wat is. Dat onze geliefden ziek zijn of ongelukkig of het zwaar hebben. Het komt allemaal mee naar binnen als wij hier zijn. Onze zorg om elkaar. Maar ook ons geloof in elkaar. Onze hoop dat wij uiteindelijk zullen kunnen wat nodig is. In vertrouwen en overgave. Dat wij ons daarop richten als wij bidden voor ieder die in ons hart leeft. Eerste lezing. Hoin Samuel 12, 18 tot 25. Toenop riep Samuel de Heer aan. En de Heer luidde hij dag dunder en rinkom, zodat hoin het volk doodsbenauwd werd voor de Heer en voor Samuel. Bid de Heer, uw God, voor uw knechten, dat wij nooit staan. Vraagt volgens Samuel. Want bij al ons zin hebben we nog een woord doen. Door een koning te vroeg. Wees nooit benauwd, zei Samuel. Je hebt al dit woord wel doen, maar keer u nooit weer van de Heer af.
dein hon met jun heile hart. I mag jun heil neid zuigen, wie zorgen dein neid boten of redden kan. Dat is ja onmut. Het is om zijn grote noem dat de Heer zijn volk nooit verstoken zal. De Heer heeft er ja voor gekozen om jou tot zijn volk te maken. Wat mij aangaat, ik denk er niet aan tegen de Heer te zenden, door niet langer voor jou te benen. Ik zal je het gooien en het recht te pakken kiezen. Je mag enkel de Heer vrezen en ontrouw dan met je heile hart. Denk toch aan die grote dingen die hij onder jou doen heeft. En dan tweede lezen, Lucas 22, vers 31 en 32. Simon, Simon, Satan heeft de bot op aanstoot, jou te schoven als waard. Maar ik heb voor die beden dat die geloof nooit bezwieken zal. Als toen dat een keer kom wist, moudert dan met mijn bruis. En laatste lezen, 1 Timotheus 2, 1 tot 5. Allereerst roep ik jou er zo dan betalen. God je vroegen voor te nemen, om aan te roepen, verzuipen en dan betuigen aan hem te richten voor alle mensen, voor konings en altijd een hoge positie hebben. Den gedroog bij ons als bekwame en rustige burgers en in stijl en al vroomheid en weerigheid dat we moeten stromen. En dat vindt God ons redden mooi. Zo zucht hij het Heer. Hij wil ja dat alle mensen red worden. En zo wie komen dat ze waarheid aanvieren.
lezen, maar u hebt vast al in de gaten, het gemeenschappelijke punt daarvan is de voorbeden. Nu heeft ook meester Eckhart iets over voorbeden gezegd en dat is kort maar krachtig, ik lees het u voor. De mensen zeggen vaak tegen mij, bid voor mij. Dan denk ik, waarom lopen jullie van jezelf weg? Waarom blijven jullie niet bij jezelf en put uit je eigen goed? Je draagt toch alle waarheid wezenlijk in je. Thank you.
Gemeente, de afgelopen weken heb ik er eens extra op gelet. Hoe vaak ik iemand zijn of haar bezorgdheid over een ander hoor uitspreken. In gesprekken, in losse opmerkingen, het even noemen van een naam, soms alleen een blik. En echt, het is frappant. Er is geen dag geweest waarop dat niet gebeurde. Ik heb ook opgelet hoe vaak mijn eigen gedachten bij iemand anders waren. Bij een zieke vriendin, bij een kennis die stervende is, bij een mantelzorger die het haast niet meer aan kan, een buurman die een kind verloor, een nichtje dat gezakt is voor haar examen, een broer die zijn huisdier moest laten inslapen, een hoogbejaarde tante, een dorpsgenoot die bezig is blind te worden, een kennis die in zijn relatie stuk loopt, een gemeentelid dat geopereerd moet worden, een zoon op reis in een ver land. Gaat uw eigen gedachten maar na. Het gaat alsmaar door, de lijst is eindeloos. Vrienden, buren, familieleden, gemeenteleden, collega's, of zomaar mensen uit de krant of op het nieuws, iemand over wie je via via hoort. Ze zitten allemaal in ons hoofd. Hoe zou het met die en die zijn? Red die nog een beetje? Wat erg toch als je er zo aan toe bent? Zou de uitslag morgen goed zijn? Wat heb ik met hem te doen? Wat zag zij er witjes uit? Zal ik even bellen? Mailen? Zal ik even langsgaan? Een kaartje sturen? Of een appje? Of Peter met rust laten? Hoe zou hij zich voelen vandaag? Hoe moet het toch verder met haar? Ik hoop zo dat het meevalt. Dat zij iemand vindt. Dat hij veilig thuis komt. Ik kan niet anders dan concluderen dat we veel meer en veel vaker in gedachten bij anderen verkeren dan ons meestal bewust zijn. Het zoemt eigenlijk de hele dag in je hoofd, dat gevoel van betrokkenheid, van meeleven met het wel en vooral het wee van anderen. Daar is niets uitzonderlijks aan. Het is ook niet omdat wij zulke bijzonder aardige en sociaal bewogen mensen zijn. Het gebeurt gewoon. Het is blijkbaar een essentieel deel van wie wij zijn en wat er in ons omgaat. Dat bezorgde denken om elkaar. Het hoort bij ons. Dus, dan zou je denken dat er ook veel openbare aandacht voor is. Dat het vaak benoemd wordt, dit deel van ons. Dat er onderzoek naar gedaan wordt, misschien dat er over geschreven wordt in tijdschriften, in boeken. En zeker zou je ook verwachten dat er veel aandacht voor is in de Bijbel en in onze geloofstraditie. Maar het rare is dat ik dat niet echt terugvind. Alleen al de moeite die ik ondervond bij het zoeken naar passende liederen voor deze dienst, werd het gemerkt. Ze zijn bijna allemaal onbekend. De meeste psalmen bijvoorbeeld gaan of over ik, of over het volk. Een enkele keer wordt er gebeden voor de koning. Nooit maakt de psalmdichter zich hardop zorgen over een naast. En ook gezangen bieden soms voor ons of voor zoiets algemeens als vrede. Maar de bezorgdheid en de onmacht die we zo vaak ervaren bij de gedachte aan wat anderen overkomt, is bepaald geen algemeen thema. Zelfs in het Onze Vader ontbreekt het. Ja, wat ik net noemde, onmacht, is vaker wel dan niet de onafscheidelijke metgezel van de zorg in ons hart en ons hoofd. Het gevoel
dat je maar zo weinig voor die ander kunt doen, haast niets. Hoe langer je leeft, hoe meer je ervaart dat de meeste problemen niet op te lossen zijn en al helemaal niet door jouw ingrijpen, al wil je nog zo graag helpen. Het hele denken in probleem en oplossing wordt door het leven gaandeweg onderuit geschoffeld. Oud worden, ziek worden, sterven, verliezen lijden, eenzaam zijn, ongelukkig zijn. Het zijn geen puzzels die je oplost, geen zaken die je met de juiste sleutel weer even de goede kant op draait. Ze zijn onderdeel van het leven. En ook onderdeel van de levenstaak die wij blijkbaar ieder op onze eigen schouders krijgen. Maar je wilt zo graag. Je voelt mee met hoe een ander eraan toe is. Je denkt eraan voordat je inslaapt. Zomaar tussen het werk door. Als je weer nieuws hebt gehoord over die of die. Als je je een ontmoeting herinnert. Hoe zou het zijn? Je kunt zo weinig en je wilt zoveel. En hieruit, uit die botsing tussen onmacht en verlangen, ontstaat de voorbeden, denk ik. Toen ik nog in het verpleeghuis werkte, gebeurde het vaak dat een bewoner tegenover mij zijn of haar zorgen uitte over een zus, een kind, een kleinkind. Ik kan er niets aan doen, werd er dan verzucht. Ik kan er überhaupt niets meer. Ik kan er ook niet heen. Ik kan niet eens bellen, want ik versta niet goed meer. Met het gevolg dat zo'n bewoner dan maar stilletjes door zat te tobben over die geliefde. U kunt altijd nog voor hem bidden, zei ik dan, soms. Waarna er een gesprek ontstond. Over bidden, voor iemand bidden. Wat doe je dan? En heeft het zin? Voorbeden, wat is het en heeft het zin? Ik ben op zoek gegaan naar bijbelteksten over voorbeden. Die zijn er niet zoveel, maar toch wel wat. Ik heb ze net gehoord, een beetje heeft ze voorgelezen, een paar daarvan. Over het volk. Dat Samuel vraagt om voor hen te bidden, om daarmee de dodelijke straf van God af te wenden. Een citaat van Jezus die tegen Petrus zegt dat hij voor hem gebeden heeft om een standvastig geloof, zodat hij anderen weer kan steunen. En een citaat uit de brief van Timotheus die zijn lezers oproept om voor alle mensen te bidden. En vooral ook voor het bevoegd gezag, zodat we in rust en waardigheid zullen kunnen leven. Dit heet allemaal voorbeden. Maar je vraagt je al luisterend af of de mensen die dit opschreven wel hetzelfde bedoelden met voorbeden als wij. Of ze hetzelfde beeld bij hadden. Degene die bidt, de voorbidden, lijkt in deze teksten iemand tussen God en de medemens in gaat staan om zo het goede af te smeken bij God. Intercession heet het ook, voorbeden in het Engels, tussenkomst. En God is hierin iemand die direct kan ingrijpen in de geschiedenis van een mens of een volk. Je moet hem alleen zo ver zien te krijgen, door je voorbeden. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn eigen voorbeden hier soms ook op lijken. Zeker als ik begin met bidden. Omdat ik zo graag wil dat iemand beter wordt, of gelukkiger, of veiliger. Dan lijkt mijn gebed meer op God iets afsmeken. Maar als ik de tijd neem voor mijn gebed, dan wordt het gaandeweg stiller. Totdat het niet meer is dan innerlijk in de buurt blijven van degene voor wie ik bid. Een vorm van zwijgende
aandacht en concentratie op die ander. En op God, wie dat dan ook is. God als een goede, barmhartige kracht, een soort zachtheid, moederlijkheid die ik om die ander heen denk. En dat is het dan. Ik geef denk ik ook iets op ondertussen. Het verzet, de drang om mijn tijd te keren. En dan helemaal de gedachte of het helpt, daar is dan geen plaats meer voor. Zinvol of niet zinvol, die vraag lost op in het bidden. In Trouw van afgelopen vrijdag, 22 juni, las ik een interview met dominee Wim Jansen over een boekje dat hij schreef over het gebed. Hij zei daarin: het wezenlijke van het bidden is niet het geloof, maar het verlangen. Bidden is belangrijker dan geloven. Het gaat aan religie vooraf. En wat hij ook zei: ik herken wat Eckhart zegt. Geen God buiten mij, maar in mij. Daar ervaar ik hem, zegt dominee Jansen. Wat een God buiten mij overigens niet uitsluit. Ik voelde bijna fysiek dat uit dat innerlijk de rust vandaan kwam. Die zat in het diepste punt van mijzelf, mijn bron. En dan geen rust in de zin van persoonlijk geluk, maar ook het geluk van de ander. Mooi citaat. En daar is hij weer, Meister Eckhart. Hij komt nog wel eens voorbij hier in Huizingen. En nu dus weer bij dominee Jansen, maar ook in die laatste lezing die ik las, die uit het boek van Ton van der Stap. Toen ik die zinnen van Eckhart voor het eerst onder ogen kreeg, troffen ze me als een soort stomp in mijn maag. En juist daarom intrigeert het me zo wat hij zegt. Ik lees ze voor de zekerheid nog een keer. De mensen zeggen vaak tegen mij: bid voor mij. Dan denk ik: waarom lopen jullie van jezelf weg? Waarom blijven jullie niet bij jezelf en put uit je eigen goed? Je draagt toch alle waarheid wezenlijk in je? Het klinkt zo anders dan de meeste goed bedoelende theologische en pastorale taal. Er spreekt een diep, haast nijdig respect uit Eckhart's woorden. Kom op! Waarom zoveel van mijn tussenkomst verwachten? Je hebt zelf alles al. Kijk naar binnen. Zie hoeveel daar al te vinden is van God. Eckhart is brusk. En hij lijkt op het eerste gezicht de mensen die voorbeden van hun vragen af te wijzen. Zoek het lekker zelf uit. Voor een ander bidden is onzin. Maar hoe vaker ik dit lees, hoe minder ik denk dat hij dat bedoelt. Als ik terugkeer naar mijn eigen voorbeden en naar wat ik het liefste wil voor de ander, dan is het namelijk precies dat. Dat hij of zij zijn eigen bron vindt om uit te putten. Het leven leert ons dat ik andermans leven niet over kan nemen. Dat ik in die zin niet kan helpen, al ben ik nog zo begaan. Het komt uiteindelijk aan op iemands eigen bron. Van daaruit zal de kracht moeten komen om de dingen die gebeuren te doorstaan, te veranderen of te aanvaarden, al naar gelang de situatie. Dat is iets anders dan te zeggen: zoek het zelf maar uit. Het is meer de basis van waaruit je aan een ander denkt. Het beeld wat je hebt van wat iemand ten diepste is. Een ander, ikzelf, een mens met een eigen bron. Hoe je dat dan noemt, God of liefde, of in mij of buiten mij, dat is voor ieder persoonlijk.
Het gaat om iets dat je niet hebt, maar dat er altijd al is. Dat je kunt ontdekken, waar je verbinding mee kunt maken, waar je uit kunt putten. En wat voorbeden doen dan wordt, mee geloven in die bron. Er met eerbied aan denken. Of, zoals het mooie lied zegt, elkaar aanbevelen in de hoede van de eeuwige. Iemand met wie ik hier afgelopen week over sprak, zei, ja, voorbeden. Maar dat vind ik weer zo makkelijk. Alsof je het afschuift op God. Laat duidelijk zijn dat ik hier niet mee bedoel te zeggen dat we hiermee dan klaar zijn. Dat er niets te doen is voor elkaar. Het blijkt wel dat we enorm veel voor elkaar kunnen doen. Gewoon praktische hulp krijgen. Wat kan dat schelen als je ziek of in rouw bent? Maar ook aan goede adviezen of een luisterend oor kun je enorm veel hebben. Maar ja, ik hoef u helemaal niet uit te leggen op hoeveel duizenden kleine en grote manieren we elkaar kunnen helpen en bijstaan. En hoe we daarbij gebaat zijn. En voorbeden doen voor elkaar is daar één van. Een volwaardige manier. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen vanmorgen.
passend voor vandaag om veel ruimte te maken voor onze eigen persoonlijke voorbeden. Dus het gaat een beetje anders dan we gewend zijn. Straks beginnen we met onze eigen voorbeden in stilte. Dan zingen we als bevestiging daarvan het lied wat u ziet, lied 201, waarbij Gera begint met zingen. We vervolgen, zonder dat ik wat zeg, na het lied ons stille gebed. En we eindigen met het samen bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden.
Laten wij samen bidden. Onze Vader in hemel, laat uw naam en recht worden. Laat uw naam worden. En uw wil zijn. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons ons dag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schuld. Zoals wij ook hebben vergeven wie u ons heeft schuldig. En wij ons natuurlijk proeven. Maar weet ons wat er gebeurt in het hart. Wat aan u moet komen is. Tijd voor onze gaven. Thank you.
Nou ja, straks gaan we weer van hier en dan gaan we weer doen wat onze hand en ons hart vindt om te doen. Altijd gedragen door de zegen van God.